De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd. Zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelde zij in haar vreugde. Op de 8e dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader, Zacharias, noemen. Maar zijn moeder zei daarop, nee, het moet Johannes heten. Zij antwoordde haar, maar er is in uw familie niemand die zo heet. Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes zal hij heten. Ze stonden allen verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde, dacht erover na en vroeg zich af, wat zal er worden van dit kind? Want de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en de geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Woord van de Heer. Mogen de woorden van het evangelie onze zonden worden. De heilige Johannes de Doper. Slechts van twee heiligen wordt zowel de geboortedag als de sterfdag gevierd in de liturgische kalender. En we kunnen begrijpen waarom het deze twee zijn. Het is van Maria en van Johannes de Doper, omdat zij namelijk voor Christus zijn geboren, met het oog op Christus geboorte. En daarom waren hun geboortedagen zo belangrijk, om de mensen al voor te bereiden op de komst van God de Zoon in zijn menswording. Maar dan natuurlijk ook de afronding van hun levens. Op 29 augustus de gedachtenis van de onthoofding van deze Johannes de Doper. Maar eerst het hoogfeest van zijn geboorte. Want zijn geboorte is weer een stapje dichterbij dat God de Zoon in zijn menswording geboren zal worden. Heel de grootheid van Johannes de Doper dankt hij aan zijn nabijheid aan Jezus. Niet alleen langs de familiebanden, maar veel wezenlijker langs zendingsbanden. De zending die hij ontvangen heeft om de weg te bereiden, de mensen voor te bereiden op de komst van de Messias. De zending die hij krijgt om het Elia-ambt in zich op te nemen en zo in zekere zin heel het Oud-Testamentische profetendom tot voltooiing te brengen, want God gaat immers komen. En de vooruitwijzing door de leerlingen door te verwijzen naar Jezus zelf toe. Zie, daar is het Lam Gods, volg hem. En uiteindelijk natuurlijk in zijn voormartelaarschap. Dit kan nog niet een strikt martelaarschap zijn, want dat bestaat pas na het sterven en verrijzen van Christus. Maar dit is een voormartelaarschap, voorafwijzend naar de kruisdood van de ware gezondene, onze Heer en God Jezus Christus. Johannes dankt zijn grootheid aan de persoon van Jezus. Zoals al die grote gestalten direct rond de Heer hun grootheid aan hem danken. Natuurlijk de moeder Gods die haar onbevlektheid dankt aan de kruisdood van haar zoon Sint Jozef. En later Petrus, later Paulus en daartussen die ander die de naam Johannes draagt, Johannes de Evangelist. Het zijn grote heiligen dankzij hun nabijheid bij Christus en hun delen in zijn zending.
Johannes de Doper, die we ook met recht een voorheilige van de donkere nacht kunnen noemen. Als hij gevangen is genomen, dan komt er iets van duisternis. Is degene naar wie hij verwezen heeft werkelijk de Messias? En hij stuurt zijn leerlingen en u ontvangt het woord van Jezus. Die moeten zeggen wat Jezus allemaal doet. Maar dat is natuurlijk niet het uiteindelijke antwoord. En zo sterft Johannes in zekere zin in een donkere nacht. Hij heeft dan wel gezien dat God de Zoon mens is geworden. Maar hij heeft niet gezien waartoe de mensheid gekomen is. Het sterven aan het kruis, het verrijzen en de blijvende aanwezigheid in de Eucharistie. En zo behoort Johannes helemaal nog tot het oude verbond dat open staat naar het nieuwe verbond. En de tijd die hij in de woestijn moest doorbrengen zal ongetwijfeld ook zijn symbolische waarde hebben gehad om te laten zien dat het oude verbond uiteindelijk in een woestijn eindigt en moet overgaan in een veel groter, in een eeuwigdurend nieuw verbond in het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. De maand juni, nog een week is het de Heilig Hart maand. Het Heilig Hart dat de bron is van de genade, het Heilig Hart waar we in kunnen binnentreden door de geopende zijde, het Heilig Hart dat het Eucharistisch hart is en het hart van de Heer waaraan we mogen rusten. Natuurlijk is het Heilig Hart van Jezus het Eucharistisch hart, de Eucharistie. En het Heilig Hart, ze spreken één en dezelfde taal. Ze komen voort uit één en dezelfde liefde. In de Oosterse liturgieën is er in de voorbereiding van de gave een moment dat de priester een hele kleine speer neemt. En daarmee een stukje uit het brood snijdt dat later lichaam van Jezus zal worden. En het is dat gedeelte wat de priester tot zich zal nemen als hij communiceert. En in de hostie die voorbereid wordt, wordt zo in de zijde een opening gemaakt, herinnerend aan de geopende zijde van Jezus. En dat voorbereide brood zal door de consecratie lichaam van Christus worden. De zijdewond, doorstoken hart van de Heer en de Eucharistie, één en dezelfde. En het is met name de heilige Johannes Eudes die in de 18e eeuw spreekt over de verenigde harten van Jezus en Maria. En die spreekt over het Eucharistisch hart van Jezus. En hij heeft volkomen gelijk. En daarmee fundeert hij de devotie tot het Heilig Hart ook weer theologisch in de realiteit van de presentia realis, van de ware tegenwoordigheid van Jezus. En beide verduidelijken elkaar. Als we kijken naar het doorstoken hart van Jezus, dan zien we dat Christus zich, om het zo te zeggen, vloeibaar maakt om door de kerk alle mensen te bereiken. En dat gebeurt natuurlijk door de sacramenten, bovenal door de Eucharistie. En als we straks Jezus in de Eucharistie zien, dan zien we hoe groot de liefde van zijn hart is, die bereid is tot het uiterste toe te gaan, door zichzelf te blijven wegschenken in de heilige communie. Zo horen ze bij elkaar. Als we kijken naar een beeld van Jezus die wijst naar zijn heilig hart, denken we meteen aan de Eucharistie. En als we Jezus aanbidden en zien in de Eucharistie, dan hebben we daar ook ergens meteen dat beeld bij van het Heilig Hart van Jezus. Mogen rusten aan het hart van de Heer. Dat is die andere Johannes, die evenzeer die naam mocht dragen dat God barmhartig is. Johannes de Evangelist. Bij het laatste avondmaal in die eucharistische context mocht hij rusten aan het hart van de Heer en het heilig hart horen kloppen dat zozeer verlangde zich aan het kruis en in de eucharistie aan de mensen te schenken. Deze Johannes de Evangelist is dan ook in zekere zin de eerste heraut van het heilig hart. Hij was er toen het hart doorboord werd. Hij heeft het gezien. Hij heeft het beschreven, hij heeft het meteen geduid. En later bij de verrijzenis, na die week, als Thomas er ook bij is, mag ook Johannes de zijdewonden van de verrezen Christus zien.
En dat gaat verder. Later op Patmos, als hij mee wordt gevoerd de hemel in, ziet hij ook daar Jezus als het lam dat geslacht is. Wat wil zeggen dat ook op het lichaam van de verrezen Christus de wondentekenen zichtbaar bleven, de geopende zijde zichtbaar bleef. En het is deze Johannes de Evangelist die die oude profetie van Zacharias naar boven haalt en tot twee keer toe citeert in zijn geschriften. Ze zullen opzien naar hem die zij doorstoken hebben. Aan het eind van het Johannes-evangelie staat het, als hij duidt wat daar gebeurt op Golgotha, en aan het begin van het boek van de Openbaring staat het. En dan zou je kunnen denken, middels deze tekst verbindt Johannes zijn evangelie aan de Openbaring. Maar dan vergeten we dat de Openbaring voor het evangelie is geschreven. Dat heeft hij eerst geschreven, toen zijn brieven en toen het evangelie. En dan wordt het veel mooier. Dat betekent dat Johannes zijn geschriften begonnen is met dit citaat en het min of meer geëindigd heeft met dit citaat. Zij zullen opzien naar hem die zij doorstoken hebben. En dat is de sleutel tot alle geschriften van deze apostel Johannes. Dit is de sleutel tot zijn band met Christus. Het is een band langs de geopende zijde. Het is een band in het heilig hart van Jezus. En dan kunnen we ook begrijpen dat dit de leerling is van wie Jezus hield. Dit is de leerling die open stond voor die liefde die vloeide uit het hart van de Heer, die eucharistisch in de kerk aanwezig bleef. En deze Johannes leert ons te rusten aan het hart van Jezus. Het is Jezus zelf die ons daartoe uitnodigt, met dat enkele woord dat hij gesproken heeft. Eenmalig heeft Jezus over zijn hart gesproken. Het woord is door Matthäus overgeleverd. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is de enige keer dat Jezus spreekt over zijn heilig hart. En dus een heel belangrijk woord, omdat het die ene keer is. Wij denken in de exegese niet in hoeveelheden, maar in de diepte van de uitspraak. Jezus die zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Onze God is zachtmoedig en nederig van hart. De Zoon zegt dit over zichzelf, maar daarmee zegt hij het direct ook over God de Vader. God de Vader is zachtmoedig en nederig van hart. En dan natuurlijk ook God de Heilige Geest, die is zachtmoedig en nederig van hart. Het zijn andere woorden dan het woordje barmhartige liefde, maar ze zeggen precies hetzelfde. En Jezus die dit woord sprak, die haalt het naar voren in versterking van een uitnodiging die hij daarvoor had gedaan. Komt alle tot mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. We mogen tot hem komen omdat hij nederig van hart is, zonder angst, maar met een groot vertrouwen. En daartussen sprak hij die andere woorden, komt alle tot mij die belast en beladen zijn, die onder lasten gebukt gaan. Kom dan tot mij om rust te vinden aan het heilig hart van de Heer. Het is de uitnodiging van Jezus zelf. En telkens als we een moment nemen voor eucharistische aanbidding, dan beantwoorden we aan deze uitnodiging van Jezus. Dan komen we tot hem om te rusten aan zijn eucharistisch hart. Johannes de Evangelist heeft het ons voorgedaan. Johannes de Doper, hij blijft verwijzen. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Ook al is Johannes de Doper gestorven voordat de Eucharistie werd ingesteld, Johannes de Doper is wel bij de viering van de Eucharistie aanwezig, omdat zijn woord wordt hernomen en hij met de kerk blijft wijzen naar het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De ene Johannes, de evangelist, nodigt ons uit te rusten aan het eucharistisch hart van Jezus. En de andere Johannes, Johannes de Doper, blijft maar verwijzen, zodat wij onze blik gericht houden op het hart van de wereld, op het eucharistisch hart van onze Heer Jezus Christus.